Voor Sammy uit Best is een droom uitgekomen. Hij wilde graag kunnen honkballen en dankzij een speciale armprothese is dat nu mogelijk. Wat ik heel fijn vond in ieder geval aan het project is gewoon, je hebt een duidelijk iemand waar je het voor doet. En ik merkte ook aan mezelf van ja, ik wilde al het beste geven wat ik heb, want ja, ik wil hem niet teleurstellen. Hij kan bijna alles met maar één arm, maar slaan met een honkbalknuppel was nog wel een uitdaging. De knuppel kan nu met de prothese vastgemaakt worden aan zijn arm. Moet je hem zelf aandraaien. Toen ik met mama's buik zat, toen was mijn arm tegen de buik van mijn mama, dus zij kon niet verder groeien. Daarom zijn die zo. De studenten hebben 3 maanden gewerkt aan de prothese. Voor de grap hebben ze er ook nog een plastic zaag op gezet. Hij had een kettingzaag opzetstuk, die heb ik gemaakt. En die wilde hij meteen mee naar huis nemen. En deze was ook een keer afgebroken, maar die is weer gelijmd. Dus je kan er niet echt mee zagen? Nee. Dit is wel echt iets wat hij vet vindt en ja, wat misschien hopelijk toch een beetje plezier geeft. Sammy moet nog wel een beetje oefenen met zijn nieuwe arm. Wil wel op honkbal, maar we weten nog niet zeker of dat kan.